In een onthullend interview uit Dries Roelvink zijn langdurige twijfels over de oprechtheid van realityster Martien Meiland. Als ervaren maker van real-life soaps herkent de zanger feilloos de trucjes die gebruikt worden om op televisie leuk over te komen. Volgens hem zijn de programma's van de Meilandjes doordrenkt met nefheid, vooral bij Martien Meiland is dit duidelijk zichtbaar. In contrast hiermee prijst Dries Frans Bauer, die volgens hem wel zijn echte zelf laat zien op tv en binnenkort werkt aan een comeback van zijn eigen soap. Dries beweert dat Frans Bauer altijd zichzelf blijft, terwijl Martien Meiland enkel hysterisch gedrag vertoont zodra de camera aanstaat. De Roelvinkjes maken binnenkort ook hun rentree met een eigen soap, waar genoeg te vertellen valt zonder dingen te faken. Dries legt uit hoe zijn zonen, Donnie en Dave, opmerkelijke veranderingen hebben doorgemaakt en nieuwe paden zijn ingeslagen in hun carrières. Hoewel Dries zelf 2 keer eerder een poging heeft gewaagd om naar het Songfestival te gaan, benadrukt hij dat hij niet meer geïnteresseerd is om deel te nemen. Hij suggereert echter dat Tino Martin een uitstekende kandidaat zou zijn om Nederland te vertegenwoordigen. Dries gelooft dat Tino Martin met zijn persoonlijkheid en ontroerende lied heel Europa kan verbazen.